Ik wil je eerst even de aanleiding schetsen. Wij werken voor dienst vastgoed Defensie. Inmiddels is het onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf. Maar het hele verhaal is eigenlijk ontwikkeld met de dienst vastgoed Defensie samen. Dus ik gebruik die termen eigenlijk vrijwel de hele tijd. Zij hadden in 2013 de vraag om een kwaliteitsmeting uit te voeren van hun vastgoed. En zoals velen dat gedaan hebben, ging dat op basis van conditiescores. En zij hadden conditie 3 als afspraak. De voorgaande metingen die waren 2005 en 2008 uitgevoerd. En er kwam een conditie 3 uit en 3,1. Dus nou, wij van start. Na de analyse van de eerste bevindingen ziet u hier de resultaten van 300 panden op een rijtje. Op de X-as staan ze allemaal. Ik heb ze gesorteerd op de hoogste score links en de laagste score rechts. Er zitten 300 panden en het gemiddelde was een 1,6. Nou, toen brak bij ons enigszins het zweet uit, want we hadden van een 3 naar een 3,1. En dan had je niet verwacht, als er bezuinigingen zijn, dat je in één keer gaat zakken. Want dat zou impliceren dat de kwaliteit beter was geworden. Dit was een concept NEN. Er was inmiddels ook een definitieve NEN. En die zag er zo uit. De score werd iets beter. We kwamen in de buurt van de 3, maar nog steeds, het was een volle punt gezakt, terwijl er bezuinigd was op vastgoed. En we dachten, hoe kan dit nou? Wij zijn teruggegaan naar de archieven. Want bij Defensie hadden ze een norm, die heette de NIM, Nieuwe Inspectiemethodiek. En daar was die 3 afkomstig, dus we hebben hem nagebouwd. En er kwamen deze waarden uit. Nou, nu raakten wij echt volledig spoorbijst. Hoe kan het nou dat je allemaal getallen tussen de 1 en de 6 roept voor onderhoud? Je maakt afspraken met elkaar en dit soort variaties komen eruit. Dat is toch vreemd? Dus we zijn gaan onderzoeken, hoe kan het en hoe is die NEN of die NIM, hoe is het nou opgebouwd? De systematiek tussen die twee waren vrij vergelijkbaar. De NEN bestaat op het laagste niveau uit gebreken. Dat is een inventarisatie van ongeveer 1400 verschillende typen gebreken. Het gaat om houtrot aan een kozijn, aan een deur, en een gat in een vloerbedekking, een vieze muur enzovoort. Dat gaat heel ver. En ze zijn opgedeeld in 3 typen. En het gaat van vies, kras, deuk, gat. Dus even de snelle volgorde, gering, serieus, ernstig. Ernstig is kapot. En gering is vies of beschadigd. Daarnaast hebben we, als inspectie uitgevoerd wordt, wordt het in 3 bakjes gedaan, of een aantal bakjes gedaan. En dat is, die bakjes hier linksbovenin. Dus je kijkt naar het object, je zegt 2% is vies. Dan zeg je gering 2%. Dat is systematiek. De volgende stap, om te komen tot die 3, dat is het toekennen van scores aan gebreken. Dus hier zien we even de versimpelde matrix. Hij zit iets ingewikkelder, maar dit is even iets beter te snappen op het scherm. Ik kan hem hier ook zien, dat is handig. En hier gaat hij mis. Maar wat hier staat, is dat een behoorlijk vieze gevel, dat is rechtsbovenin, is een 3, maar een kapot toilet is ook een 3. En daar gaat hij scheef. Dus hier heeft iemand gevonden dat die twee grootheden even erg zijn. En als je dit gaat samenbossen, hier ga je afspraken over maken, dan krijg je natuurlijk ongelukken. De laatste stap van dit soort afspraken is het aggregeren, zoals het heet. En dat betekent dat je allerlei verschillende elementen in een gebouw, je hebt eens opgeschreven wat er al mis was. Dan ga je die code van net toekennen en uiteindelijk ga je ze wegen met hoeveel iets kost. En dan komt er een getal uit. Nou, dat getal zagen je net in die grafiekjes. Ga je dit nog doorvertalen naar een totaal portefeuillescore, dan komt er eigenlijk bijna altijd een 2 uit, hebben we gemerkt, welke selectie je ook neemt. Dus dit geeft niet zoveel informatie. Het volgende probleem wat we tegenkwamen, is dat oud is geen gebrek. En lelijk ook niet. Dus we zien hier 2 verschillende keukens en ze allebei zijn ze goed. En dat is wat we met de NEN missen het even. Dat veroudering, hier kijk je naar de keuken, je ziet een afzuigkap, je ziet een keukenblokje enzovoort. Maar je vindt niks wat kapot is, dus is die goed. En dat is ook een aparte die niet in ieders beleving was meegenomen. Dus we zagen een portefeuille met allemaal scores. De gebreken, die getallen, daar werd al iets in gehusteld en dit zijn we ook nog eens een keer vergeten. Maar het inventarisatiegedeelte van de NEN, dat was wel een goeie. Want ja, ik kan zelf ook niet meer dan 1400 gebreken bedenken aan de bouwkunde. En installaties hebben ze er voor mij nog veel meer. Dit hebben we laten zien om eens een beeld te krijgen, wat is er eigenlijk al mis in zo'n pand? Als we dat die ernstig serieus gering pakken, dus dat is de krasdeukgat. Dan zien we alles wat kapot is, zien we onder de x-as. Dus we hebben fictief even de kwaliteitsgrens in het midden gelegd. Alles wat kapot is, staan we niet toe. Dan zien we hier toch iets aparts. Links onderin zien we 3 verschillende panden. Er is behoorlijk veel kapot intern. En het is een 4, een 2 en een 3. Maar er zitten heel veel gebreken zitten erin die je eigenlijk niet zou willen in je pand. Dus als je afspraken wil maken met elkaar, tussen aannemers of tussen contractanten, of als het met DVD gaat, dus om, we hebben de opdrachtgever, de opdrachtnemer daar intern. Dit wil je niet. Hier moet iets anders komen. Dat linkerpand,
Dat was een hele leuke. Wij hebben toevallig ook steekproeven gehouden bij verschillende panden. En daar zijn we langs geweest. En ik wil je even een kijkje geven in hoe dat pand eruit ziet. Even eerst één trap dieper. Dit is, als we dus... Zo. Als we dit linkerstaafje even inzoomen, van waar zitten die gebreken dan? Dan kom je hierop uit. Het zijn dus exact dezelfde waarden, alleen hebben ze eventjes uit elkaar gerafeld van waar komen ze nou oorspronkelijk vandaan. We zien in de fundering en ruwbouw zien wat afwijken. In de afwerkingen zien we ernstige gebreken, installaties en van alles. Dan het plaatje erbij. En we kwamen erachter, dit was een administratiefout. Dit was eigenlijk een pand die stond al jaren op de slooplijst, alleen dit wordt gebruikt om te oefenen. Dus dat wil zeggen dat ze niet via de deur naar binnen gaan, maar met de deur naar binnen. Dus het hang- en sluitwerk is helemaal verrot. Er wordt niks aan gedaan. Het laat mooi wegrotten aan alle kanten om maar te oefenen. Hier zie je nog een raam. Ik zeg altijd daar links onderin, dat is geen houtrot. Dat is een ontbrekend onderdeel van het kozijn. En daar zie je nog wat lekkagesporen, raam eruit. Daar is vuil. En de inspecteur die heeft het heel serieus gedaan dit. Dus ik liep met hem door het pand heen. En hij wees me nog even op die scheur daar rechtsbovenin. Die je daar ziet. Dat we die niet vergeten. Want dat was namelijk een constructief onderdeel of niet. In ieder geval belangrijk om even te noteren wat er aan de hand was. Dit is nog een pantrykeuken. En dat raam hadden we al. Hè? Dus die moet je alleen aan de buitenkant noteren. Wij dachten dit moet anders. Dit werkt zo niet. Dus we hebben met elkaar nagedacht over hoe moet zo'n norm nou wel? Hoe kunnen we nou wel een norm maken waarin je wat duidelijker met elkaar kunt samenwerken? En zo ziet hij eruit. We hebben verschillende profielen bedacht voor bouwkunde installaties. We hebben ze bewust uit elkaar getrokken. Want de manier waarop je naar dit soort zaken kijkt is heel anders. Dus voor bouwkunde hebben we eigenlijk 4 niveaus. Dus een minimaal niveau. Eerst bovenin 5 verschillende kwaliteitsniveaus. Voor de volledige portefeuille van 6 miljoen vierkante meter en 12.000 gebouwen. 5 niveaus, minimaal, dat gaat over panden die eigenlijk op de nominatie staan om uit gebruik te stellen en waar de waarde of het behoud van het vastgoed niet meer belangrijk is. Sober, dat gaat over magazijn en alles wat lager kwaliteitsniveau heeft. Nou, basis, daar zit zeg maar 80-90% van het vastgoed. En dan hebben we nog wat verkeerstorens datacentra, die zitten in operationeel, die zijn van belang voor de organisatie. En nog panden die moeten glimmen, die zitten in representatief. We hebben dus de profielen geknipt in 2 onderdelen. De bouwkunde installatie, die zal ik je even laten zien wat daar aan de binnenkant zit. Dit lijkt een woeste grafiek, dat is het ook. Bij Defensie intern heet dit ding de gebrekenzeef. Ik heb nog geen betere term, ik vind hem heel goed dekken. Wat we hier eigenlijk weergeven is op de verschillende onderdelen van een gebouw. Dat is de NLSFW-codering, kun je daarin terugvinden. Geven voor verschillende typen gebreken aan wat we toestaan. Dus alle zaken over veiligheid, gezondheid, over wat vind ik representatief van belang, wat vind ik voor mijn klanten van belang, wat vind ik van alle zaken van belang. Leg het maar gewoon vast. We hebben 2 dingen toegevoegd. De eerste is de categorie A. In de NEN is het nu niet mogelijk om gebreken uit te sluiten, behalve als je met pleisters over de NEN heen gaat werken. Dus we hebben 1 categorie toegevoegd. Het mag niet voorkomen. Nou, als we dan kijken, die A'tjes waar die voorkomen, dan zit die in de categorie veiligheid. Bij trap, vloer, hellingafwerking. We willen niet dat mensen van de trap afstuiteren. Dus dat staan we niet toe. Als het voorkomt, moet je het oplossen. Bovenin zijn we begonnen met ernstig serieus gering als startpositie. Alleen dat bleek niet te werken, want onderliggend zat... Ook dat is alweer een mening geprojecteerd op gebreken. Dus we zijn teruggegaan 1 trapje dieper. Het zijn 10 gebrekenfamilies. Dat zijn werking primair, materiaal intrinsiek, nou en zo verder. In de NEN is het keurig gedocumenteerd wat voor type gebreken eronder vallen. En als iets niet meer doet wat het zou moeten doen, dan is de werking primair en dan kun je er iets van vinden. Dus we vinden hier niks van die lettertjes zelf. Wat we hier aanbieden is een instrument hoe je het met elkaar kunt afspreken. Het bovenste plaatje is representatief. Het middelste is basis. En wat hier natuurlijk opvallend is, is dat grote rode vlak hier. Dat zijn eigenlijk alle gebreken... Daar hechten ze geen belang aan. Dus of het dak vies is, ja of nee, of het schilderwerk vies is, dat maakt allemaal niet uit. Bij representatief, monumenten, achtige gebouwen, daar is het wel van belang. Mocht je naar contract gaan, kan het natuurlijk wel zijn dat een aannemer of iemand anders daar wel iets aan gaat doen, omdat hij voorziet dat als je dat dak niet schoonmaakt, dat het gaat lekken en dan zit je in een andere categorie, wordt veel duurder. Dus hier leg je als organisatie neer, hier hecht ik belang aan. En aan de andere partij is daar een invulling aan te geven. Installaties hebben we teruggebracht naar 3 niveaus.
Het zijn installaties waar we een preventief programma op willen hebben. Die zijn van zo groot belang voor de organisatie, dat als ze uitvallen, dan heb je echt een probleem. Dus daar wil je iets aan doen. En daar hebben we nu even wat knoppen gedefinieerd, die gaan we nog nader invullen. Maar goed, het gaat in ieder geval om, we gaan in principe herstellen en we gaan pas vervangen als het of te duur is om te herstellen, de machine het niet meer waard is. Ofwel, de machine geeft zoveel overlast, of de installatie zoveel overlast of kosten, dat je het niet meer wilt hebben. En de laatste is, bij preventief dan, hij zit bijna aan zijn einde levensduur en we vinden het zo belangrijk dat hij het altijd blijft doen, dat we voortijdig gaan vervangen. De tweede is regulier. Je blijft hem herstellen, tenzij het te duur wordt of te veel overlast veroorzaakt voor de organisatie. En de laatste is laag. En dan moet je meer denken aan gewoon elektriciteitsnetten en dat soort zaken. Stabiele onderdelen. Ja, die blijf je gewoon herstellen, net zolang totdat het gebouw gesloopt wordt eigenlijk. Of er is een renovatie in de gang. Ook dat kun je in een matrix schieten. Die ziet er zo uit. Hier komt maar één lettertje A voor, bij de noodstroominstallatie. Nou, lang wikken en wegen. Is er eigenlijk maar eentje erachter gekomen die je echt gaat vervangen voordat hij kapot is. En zelfs daar, als je daar een dubbele backup had, is mij verteld, dan hoeft dat zelfs ook niet. Dan kan die ook nog eraf. Dus hier hebben we ook voor de installatie een profiel neergelegd waarmee je naar een partij toe kunt. Van dit bestellen wij, dit willen wij aan bedrijfszekerheid voor onze installaties de komende zoveel jaar. Even kijken. Nou. Dat was het verhaal wat ik wilde vertellen aan jullie. En mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.